Hallo Rubentjes, ik ben Rixum Gameplay en welkom bij South Park Rally. Beter bekend als een van de meest matige racing games ooit. Maar ze hebben wel een lekker introotje. Hij wordt geraakt door een trein. Meet some friends of mine. Een tijdje geleden kwam de game South Park The Stick of Truth uit. En binnenkort komt de nieuwe South Park game Fractured But Whole. Ik ben zelf redelijk hyped en ga hem zeker spelen op YouTube. Maar er was één klein probleempje. Redelijk veel mensen noemen die game namelijk de tweede South Park game. En dat is niet helemaal waar. In de tijden van PlayStation 1 en Nintendo 64 zijn er, ik geloof, drie South Park games uitgekomen. En ze zijn alle drie verschrikkelijk slecht. Maar we moeten terugdenken aan vroeger. We moeten met de geschiedenis in ons hoofd naar de toekomst. Dus ik dacht als kleine geinige, ik ben toch die YouTuber die de cut game speelt, speel ik vandaag South Park Rally voor de Nintendo 64. Voor mij is deze game uitgekomen in 1999. Hij was eerder uitgekomen voor de PlayStation 1. Was een succes. Nou ja, succes. Maar net wat je succes noemt, toen uitgegeven op de Nintendo 64. We gaan even kijken naar de game. Wat ik in ieder geval wel een pluspunt vind, is je hebt heel veel karakters. Niet heel veel vrijgespeeld, maar moet je zien wie je allemaal hebt. Je hebt zelfs onder andere later in de game Jezus, Starvin Marvin, het Afrikaanse jongetje, en Satan. Dus ze hebben zeer zeker aan de personages gedacht. Ik denk ik zelf maar gewoon lekker speel als chef. I'm the best. Daar voel ik me wel plezant bij als ik speel als chef. Voor de rest is de game een klein beetje anders dan de gemiddelde racing game. Ik zal het uitleggen. Herkennen jullie deze stem trouwens, die nu praat, als ik er niet doorheen praat? Heel zachtjes hoor, maar dit is de burgemeester van South Park. Ik dacht dat het Kyle's moeder was, toen luisterde ik iets beter. Nee, dat slaat ook helemaal nergens op. Kyle's mom's a bitch, inderdaad. Dus ja, South Park Racing. Een gigantisch slechte besturing. Je auto schiet vaak alle kanten op. En wat een klein beetje een verschil is met een normale racing game. Normale racing game moet je gewoon heel veel rondjes gaan. Hier moet je ook heel veel rondjes gaan, maar er zijn checkpoints. De map is iets minder gesloten en je kan meerdere kanten op. Je moet gewoon de getallen 1, 2, 3 en 4 iedere keer op volgorde pakken. Voor de rest zijn er redelijk wat interessante items. Heb ik nu 5 Terrence en Phillips scheten turbo's. Maar er zijn nog betere items dan dat. Moet je zien. Ik heb hier een item. Oh, even wel deze bocht pakken. Yes! Zieke shit. Moet je zien wat ik nu gebruik. Het is een prostituee die een sigaret rookt. Dat is het wapen. Heel raar. Hier hebben we een of andere... Oh ja, de satelliet die in Cartman's anus zat. Ergens in seizoen 1. Het zijn echt de seizoen 1 South Park referenties. We zijn momenteel bij seizoen 20 geloof ik. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste paar seizoenen heb ik eigenlijk niet echt meer gevolgd. Ik had gehoord dat de tweede helft van seizoen 20 erg matig was. Dat had blijkbaar te maken met de verkiezingen. Omdat het hele plot bouwde naartoe dat je had eigenlijk Mr. Garrison, die wilde president worden. En die stond dan eigenlijk een beetje voor Donald Trump. En je had voor mij gewoon Hillary Clinton, toch? Die president wilde worden. Die stond dan, ja, symbool voor Hillary Clinton. En de schrijvers van South Park gingen er eigenlijk net zoals heel Amerika vanuit. What the fuck? What the fuck doet Saddam Hussein in één keer op het beeldscherm? De schrijvers van het seizoen, de gasten van South Park, die gingen er eigenlijk net zoals iedereen vanuit dat Hillary Clinton zou winnen. Dus het hele seizoen was geschreven alsof Hillary Clinton zou winnen. Toen opeens verloor ze en hebben ze eigenlijk de hele verhaallijn opnieuw moeten schrijven van de tweede helft van het seizoen, waardoor het in één keer heel raar overkwam. Maar ik moet hem nog gaan kijken, dat is gewoon de review van andere mensen, de onpersoonlijke review van Rick. En nu we toch net die prostituee hadden, heb ik wel nog een leuk interessant verhaaltje. Ik had iets gelezen over een stripper, een vrouw die haar kleren uitdoet voor geld. En die had een interessante investering gedaan. Ze had namelijk haar borsten laten vergroten. Dat is geen nieuws voor mij. Vrouwen kunnen hun borsten laten vergroten. Voor mij zijn er ook operaties dat je als man je penis kan verlengen. Of is het alleen maar gewoon reclame en dat ze hopen dat ik op klik, maar dat eigenlijk niet bestaat. Ik heb het in ieder geval niet nodig. Oh shit, voor mij heb ik een van die checkpoints gemist, of niet? Dat is verschrikkelijk. Je moet dus al die checkpoints pakken en als je er eentje mist, ja, dan gaat het heel veel tijd kosten. Je moet deze wel pakken, anders mag je niet finishen en shit. Voor mij sta ik alsnog dik eerste, dus dat scheelt. Yes, oké. Kleine slordigheid, daarom vind ik dat checkpoint systeem alleen maar onhandig. Als je een beetje een verkeerde bocht maakt, dan moet je weer terug. Maar die vrouw had dus een borstvergroting laten doen. En toen ging ze naar de belasting toe. En zei ze, hey belasting, jullie hebben toch voor bedrijven en zo dat als ze geld investeren in bijvoorbeeld nieuwe computers, gebouwen en zo, dan kun je toch een deel van dat geld kunnen toch terugvragen bij de belasting. Dat is toch een ding, dat kun je aftrekken van je belasting, bepaalde investeringen. Zei de belasting, ja dat kan. Nou ja, ik ben stripper. Dus mijn lichaam is eigenlijk een beetje mijn bedrijf.
Wow, ik rij op die paal. Mijn lichaam is een beetje mijn bedrijf. Dus als ik een borstvergroting laat doen, dan is het dan eigenlijk een investering in mijn bedrijf, zodat ik meer geld verdien. Dus kan ik dan die borstvergroting, is het dan belasting aftrekbaar? Zeiden ze, nou, zal bij jou wel niet het enige zijn dat aftrekbaar is. Maar ja, in principe op papier, we geven je geen ongelijk. Vooruit dan maar. Dus zij heeft een borstvergroting gekregen en ze heeft het van de belasting af kunnen halen. Nou is de vraag, als ik een meisje was die YouTube video's maakte, maar dan iedere video dat je echt heel erg met décolleté kan zien, weet je wel, die bestaan. Geloof me, die YouTubers bestaan. Die gewoon als hele ding hebben, ik heb dikke tieten. Please kijk mijn gameplay. Ja, ik heb het jammere ding dat ik in een mannenlichaam geboren was. Anders was ik echt gewoon een hele smerige vrouw die over piemels en borsten praat. Tja. Maar het ding is dus dat... Misschien dan nu ook een borstvergroting kunnen nemen. Ik weet niet wat voor dingen ik allemaal bij mijn bedrijf kan doen. Er zijn vast YouTubers. Dan kan je vast succesvol doen. Dus gewoon zeggen, yo, ik heb een nieuwe game gekocht. Ik heb een PlayStation 4 gekocht. Maar ik speel PlayStation 4 games. Dus is het een business uitgave natuurlijk. We gaan naar de next race natuurlijk. The game is Rumble Pack compatible. Please insert your Rumble Pack now if you wish to play. Voor mij is dat een van de dingen. Die klik je onder je controller en dan trilt hij. Dus dan was de trillende controller nog helemaal niet zo'n ding. We zijn op dag 2. Find the trophy. The trophy must be taken over checkpoint 1, 2, 3, 4. The player who takes it over checkpoint 4 wins. Hetzelfde level dus. Alleen het ding is dus nu dat er is een trofee ergens op de map. Een item. Die moet je pakken en dan meenemen over alle checkpoints heen. Alleen als iemand anders dat item van je afpakt en gewoon ermee over de laatste checkpoint gaat, dan verlies je. Dus het schijnt dit level, ja, ik had een review gekeken van de game. Zeiden ja, het is echt super oneerlijk. Maar het leven is oneerlijk, dus dat hoort wel een klein beetje. Dus ja, je hebt vandaag weer alles geleerd wat je wilde leren over strippers en hun borsten die vergroot, wel of niet vergroot worden. De trofee ligt hier ergens, zie ik op de kaart. Oh, is dat waar is een pijl naartoe? Mr. Garrison heeft hem. Fuck. Fuck jou, Mr. Garrison. Hoe pak ik het van hem af? Nu heeft Pip hem. Moet ik hem gewoon aantikken? Oh, ik heb hem, ja. Ik heb de trofee. Ik heb de trofee. Very good. Nu gewoon door niemand gebeukt worden. Waarschijnlijk zit iedereen in het spel achter me aan. Dit is niet handig. We moeten hier even in. Of alleen maar over 1, 2, 3. Oh, shit. Geen turbo's, nee. Verdomme. Ik ga even... Ik kan... Zeg maar, het gaat niet om tijd. Ik moet gewoon dat ding niet kwijtraken. Dus ik blijf liever gewoon even een groter rondje gaan. Weer terug naar die 1. Dan wat ik net deed. Waar is die 1? Hier er weer af, toch? Oh, shit. Shit. Navigeren helpt echt niet als je ook nog eens probeert deze game te spelen. Yes, daar is 1. Pak hem, Rick. Oké, we hebben 1. Nu op naar 2. Oh, ben ik hem kwijt? Nee, ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Oh, shit, er is een stripper achter me aan. Ik heb echt geen idee waar ik heen ga, maar voor mij ga ik momenteel naar nummer 2 toe. Dat is fijn. Er zijn wat stukjes lichaamsdeel op mijn auto. Is Scanny weer aangereden door een trein of zo? Geen idee. Ik zie wat... Oh, shit. Bus, weg! Maar als ik tegen iets aanbots, dan laat ik ook meteen de trofee vallen. Dus het is erg tricky dit. Ik moet zeggen dat het nog verrassend goed gaat eigenlijk. Ik had verwacht dat het veel slechter zou gaan. Ik ben trouwens nog steeds bokkenziek. Echt iedere keer doe ik mijn intro 30 keer opnieuw. Maar ik het gewoon niet kan doen met al het snot in mijn neus. Maar als ik eenmaal bezig ben met opnemen, dan gaat het eigenlijk wel goed. Weet je waardoor het ook niet goed gaat? Ik ben vandaag de hele tijd aan het lezen over boze mensen op het internet. Er was namelijk iets over genderneutrale kinderkleding. Eerst hadden we al het genderneutrale aanspreken. Dat de NS niet meer dames en heren ging zeggen voor de paar mensen die zich geen dame en geen heer voelden. Toen zei ik al een beetje van ja, weet je, de meeste mensen boeit het niet. Als ik niet, oh nee, ik mis het zo om aangesproken te worden als dame of heer. Wat pak je van me af? Dus mij boeit het niet dat ze het niet meer doen. En voor de paar mensen die daar dus wel last van hebben en zo, is het fijn dat ze dus ja, wel, tussen aanhalingstekens, goed aangesproken worden. Dus ik denk prima. Nu was er dus iets met dat de HEMA gaat niet meer bij kinderkleding vermelden of het voor jongens of voor meisjes is. Voornamelijk omdat een meisje van 10 had geklaagd dat er maar zo weinig kleding voor haar was wat zij graag wilde. Omdat ja, als je bij kinderkleding gaat kijken, wordt het toch al gauw jongens, blauw, stoer, meisjes, prinses, roze. Ik heb hier zelfs een voorbeeld meegenomen. We hebben de race gewoon gewonnen. Dit is mijn schrift waar ik momenteel mijn master dingen in doe. Ik heb allemaal roze schriftjes met love erop. De andere schriftjes zijn 97, skaterboy. Ik denk, ja, dat is helemaal niet cool. Ik ga voor deze. Valt het meteen op waar mijn schrift is als hij ergens op mijn kamer heen ligt. Het is nogal binair, jonge meisje. Dus een meisje, ja, het is ook een beetje raar als je dat jongenskleren koopt voor je kleine dame. Dus hebben ze helemaal gezegd, yo, we halen het jongen slash meisje, halen er gewoon vanaf. We gaan gewoon niet meer bij kledingstukken vermelden voor kinderen of het voor jongens of meisjes is. En mensen werden helemaal boos. Helemaal boos. Er was één gast op Twitter waar ik een discussie mee had. Dan gingen we er even vanuit dat dit ook gebeurt voor volwassen mensen kleren. Er zijn zat vaak genoeg vrouwen die gewoon zeggen, hey, ik koop lekker een
Ik koop lekker een overhemdje, zoals ik draag heel veel overhemden. Als ik een vrouw was, zou ik sowieso veel overhemden dragen, want die zijn gewoon chill. Hier moeten we ook weer iets van iemand afpakken, zo te zien. Geen idee hoe het precies werkt, maar iets van items nodig, denk ik. Die gast was in ieder geval echt helemaal in paniek. Want stel, dit zou maar bij volwassen mensenkleren gebeuren. Hij zei, wat nou als ik per ongeluk een vrouwenkledingstuk koop? Ik zei, gast, als je een kledingstuk koopt dat je mooi vindt en achteraf bleek, ja, dit was eigenlijk bedoeld voor vrouwen. Wat boeit het dan? Je vindt het toch gewoon mooi? Maar de hele genderdiscussie maakt er eigenlijk ook niet zoveel uit voor kleding. Je moet gewoon kleding dragen die je mooi vindt. Maar het is eigenlijk best raar dat mijn kleding ik was. Dat ik gewoon een overhemd zie liggen bij de vrouwenafdeling. En denk, ja, het is gewoon verdomme een mooi overhemd. Wat moet ik doen? Je moet gewoon een laadbalkje vullen of zo. Zoiets, toch? Wat gebeurt er? Ik sta eerste, ja. Oh, die hebben een soort percentagemeter en die rolt omlaag. Dus je moet het item hebben. En zolang je het item hebt, dan rolt je percentagebalk omlaag. Maar andere mensen gaan proberen het item van je te stelen. Voor mij is dat aan de hand. Maar ik heb zoiets van, ja, koop gewoon de kleding die je mooi vindt. Punt. Zijn het enige nadeel wordt wanneer je bijvoorbeeld, ik weet niet, sommige vrouwenkleding toch iets hebben met, ja, het feit dat je borsten hebt. Of dat vrouwen bijvoorbeeld vaker, dit is geen gek stereotype, dit is gewoon biologie. Over het algemeen hebben vrouwen een betere bibs. Ik heb echt geen bibs. Echt gewoon, ik heb echt de lelijkste kont in de geschiedenis van lelijke konten. En soms houden kleren daar nog soort van rekening mee. Maar behalve dat, denk ik echt van boeien of je mannen- of vrouwenkleding draagt. Je moet gewoon de kleding dragen die je chill vindt. Maar nee, die gast op Twitter was super boos. Hij zei, wat nou als ik per ongeluk kleding draag die eigenlijk voor een vrouw is? Dan lacht iedereen me uit, maar niemand weet dat het eigenlijk voor een vrouw is. Ik weet ook niet hoe je erachter ging komen, maar ja. Maar dat kan maar niet uit. Er zijn vast een hoop mensen die niet mee eens. Het argument dat vooral gegeven was, ja, je moet de social justice warriors niet te veel hun zin geven. En dat snap ik nog soort van. Zeg maar, er is een heel klein groepje mensen die het erg vinden dat ze hun kleding moeten kopen op de jongensafdeling, terwijl ze eigenlijk vrouwen zijn. Heel klein groepje die het erg vinden. De rest van de mensen boeit het geen flikker. Ben je net zoals met dat dames en heren. Het boeit mij niet als je me niet aanspreekt met dames en heren. Het boeit me echt geen reet. Alleen ja, er zijn een paar mensen die vinden het niet fijn om aangesproken te worden als dame of heer. Dus dan veranderen we het. Alleen ja, op een gegeven moment moet je toch een keer ophouden met alles veranderen. Voordat je al die pronouns krijgt. Van in plaats van hij, zij, je nog xuti, takend hoen krijgt. Zeg maar, het is, je moet een keer stoppen met mensen hun zin geven. Dat wel. Wat gebeurt er? Wat de fuck gebeurt er, game? Ik heb niet meer het voorwerp in ieder geval. Kenny heeft het weer, maar ik had hem heel eventjes. Het was een kort moment van blijdschap in mijn leven. Kan ik dit hem gebruiken? Fucking Kenny. Gaat mijn percentage ook weer omlaag ofzo? Hoe werkt dit? Oh, iemand anders heeft het nu weer. Verdorie. Irritante game dit, zeg. Wat een irritant level. Wie heeft het fucking item? Ah ja, het telt af natuurlijk. Dat heb je iets van, andere mensen hebben meer dan ik. En dat valt wel mee. Het lijkt dus op het item echt. Oh nee, ik zat even te kijken naar dat. Je moet zelf even weten welke kleur je op de kaart bent. Dat is wel een belangrijke. Ik heb ook geen dikke pijl momenteel in mijn beeldscherm. Die wel laat zien waar ik heen moet. Ik moet maar gewoon een beetje uitvogelen waar ik heen ga, denk ik. Pink eye, what the fuck is dit? Oh my fucking god. De hele besturing is kapot momenteel. Wat is dit? Ja, het is pink eye, duidelijk. Maar why? Pink why? Wanneer wordt het weer normaal? Dank je. Oké, ik zie dat de mensen hier allemaal zijn. Daar hebben we hem. Moet je nou alleen tegen hem opbeuken? Wat is met items doen? Ik ben er nog steeds niet echt helemaal over uit. Ik blijf gewoon hier een beetje. Ik gooi wel een stripper op me af. Dat helpt altijd. Een gezonde doze stripper voor jou. Ik heb geen idee wat ze zegt, maar ze scholt. Scholt met iets. Stoute woordjes. Mag ik please dat item terug? Thank you. Nee. Weg allemaal. Ik ga hier even in de hoek zitten. Dit werkt niet. Oh shit. Je moet dus wel gewoon tegen ze aantikken om het te krijgen. Wel met een beetje snelheid blijkbaar. Ik heb mezelf uit deze garage zien te rijden. Wat een verschrikkelijk punt om heen te gaan. Jeetje. Je krijgt dus wel zo'n pijl te zien als je dichtbij bent. Dat is wel fijn. Nou, dan gaan we gewoon even gauw een inhaalslagje doen. Ik ga dit potje winnen als het laatste wat ik doe. Fuck jou, Kyle. Hier met dat ding. Dank je. Oké. Ik zie even helemaal niks. Dank je wel, game. Nu gewoon even gas erop. Dikke turbo. Gewoon rondjes blijven rijden. Ja, nee. Fucking. Ga achteruit. En we gaan weer rechtdoor. Er zit toch nog niemand bij me. Misschien ook beter hier gewoon even wachten. Als er toch niemand bij me is. Nog 20%. Kom op, Rick. Ik wil even deze cup winnen. Nieuwe characters vrijspelen. De wereld verkennen. Show me the world, Jack. Precies. Dus verder in de categorie gare feitjes. Naast mijn hele meningen over dit hele gender gebeuren. Conclusie is dat je de kleren moet dragen die je mooi vindt.
Dat sowieso. Ik heb op de middelbare school een tijdje een roze Spencer gedragen. Maar ik dat mooi vond. Iedereen dacht dat ik gay was. En ja, goed punt. Maar vond ik gewoon mooi. Hartstikke mooi. We hebben gewonnen. Ik ben ook nog verrassend goed in deze game. Op een bepaald niveau. Ondanks dat het altijd fout gaat. Win ik nog soort van. Ik heb het naar mijn zin. Ik moet zeggen. Track is gay world. Race Valentine's Day. Are you sure? Yes. We gaan door naar het volgende level. Zin in. De avonturen van Chef. Wat gaan we nu doen? Next race. Hoeveel races zijn er? Blijft het maar doorgaan of? Oké, okay, Valentine's Day. Oh, dit is voor mij. Dit was een aflevering met Big Gay L. Ja, 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 ja. Dat is een beetje Vaporwave vibes dit. Ah, er is een speciaal item. Get Cupid's bow and arrow and shoot everyone else. Oké, dan. Dus je moet weer een item afpakken en dan moet je andere mensen ermee schieten. Interessante aanpak. Er zijn twee Cupid bows op de map, zo te zien. Ik zal wel gewoon de pijl volgen, I guess. Het is hier in de kamer, ergens al, toch? Ik ben het blauwe mannetje, toch? Ja, het is hier. Het is daarboven, volgens mij. Of niet? Ja, ik zie er ook andere... Oh, er is iemand in een van de motherfucker heeft hem al. Het probleem is, als je dicht bij die persoon bent, dan is die persoon ook dicht bij jou neerschieten. Dat is een beetje minder. Waar is dat fucking ding? Daar zo. Ik ga even zien of ik hem nou gewoon kan krijgen door iemand te beuken, want... Andere mensen zijn me de hele tijd voor. Ik weet niet zeker of ik het nou gewoon verkeerd doe, of dat het gewoon de minigame is, maar... Lukt gewoon iedere keer net niet. Ook gewoon echt een kut minigame. Rage quit deze hele fucking game. You lost. Tuurlijk joh, tuurlijk. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Ik moet gewoon als eerste die boog pakken, dat scheelt alle problematiek. Chef, nul. Nul keer. Pijnlijk hoor, pijnlijk. Oké. Hij liet net ook gewoon zien dat het bovenaan... Ah nee, hier naar rechts. Dan daar omhoog. Sure. Gaan we daar gewoon heen, toch? Er liggen wel twee bogen dus op de kaart. Oké, dan. Prima. Ik had gewoon net even iets beter op moeten leggen waar die boog ligt. In plaats van denken, oh... Staan we op de kaart, toch? Het stond ook wel op de kaart. Maar is dat de makkelijkste manier om het te doen? Nee. Dus hier omhoog. Hey! Dat was mijn plan. You motherfucker. Dankjewel. Ik zie hem daar. Sparky! Is dat ook in deze aflevering trouwens? Oké, ik heb het voorwerp en dan? Player left to shoot. Find Stan. Oké, maar hoe schiet ik hem dan? Hoe schiet ik Stan? Moet ik hem gewoon raken? Ik heb geen idee. Stan? Ik zoek jou. Is iedereen gewoon in de hoofdkamer ofzo? Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Ja, nou pakt hij het af. Find Bebe of find Big Gay L. Ik zie hem daar hoor. Oh, daar is Bebe. Verschrikkelijke minigame dit. Vooral omdat ik nog steeds niet begrijp hoe ik de boog daadwerkelijk kan gebruiken. Heb je dat ding eindelijk, is het weer niet goed. Yes. Ik heb hem nu toch? Hoe schiet ik? Andere mensen beuken raken hem gewoon weer kwijt. Oh, kijk. Je kan met je C-stick kun je iets doen wat lijkt op schieten. Oké, dan. Volgens mij heeft nog niemand iemand geraakt. Klinkt wel lekker, niemand iemand. Je kan dus... iets doen met je... control stick. Oh, ik heb het ding ook ondertussen niet meer. Huh? Ik dacht dat ik het item had. Nou, het is erg chaotisch dit allemaal. Van mij. Wat? Nee? Niet van mij? Inderdaad. Oh, come on. Verschrikkelijk dit. Echt verschrikkelijk. Wat een cup minigame, zeg. Ik heb hem. I guess. Oh, shit. Heb ik hem nu? Ja, ik heb hem nu. Oké. Even iedereen zien te beuken. Oké, dan. Dit kan ik. Ik moet gewoon een soort coole slip doen, waardoor iedereen achter me zit. Ik wou net zeggen, zit er te erg achter me. Ben ik het nou weer kwijt? Ja. Oh, verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijke cup minigame, zeg. Jezus. Een race game? Dacht het niet. Het is gewoon een auto... Een game met auto's. Ik kan het amper een race game noemen. Verschrikkelijk. Nou, ik hou het hier wel bij. Misschien dat ik ooit nog een keer in een livestream mijn avonturen voortzet en dit level wel haal. Maar, hé, hey, een discootje. Dat is wel weer fijn. Ja. Ja, nee. Heeft iemand al iemand geraakt, of niet? Oh, dan vloog wel zo'n ding langs mijn neus.
Nou, weet je wat, ik kap er lekker mee voor deze aflevering. Commentaar gaat ook nergens mee, maar ik veel te gefocust ben op dit spel spelen, dus... Ik vind het mooi geweest voor deze video. Dankjewel voor het kijken en genieten naar South Park Rally. Top game. Zal de nieuwe South Park game nog beter zijn? Ik mag hopen van wel. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Het was best wel moeite om het allemaal weer werkende te krijgen op mijn computer met zo'n PlayStation controller. Maar ik heb het werkende gekregen. Hoera, hoera, Rick. Je kan bijna alles. Dankjewel voor het kijken. Tot op een aflevering die er niet komt waarschijnlijk.